Na een indrukwekkende carrière van 25 jaar is dominee Michael Stewart met pensioen als geestelijk leider van het Nationaal Leger. Gedurende zijn ambtsperiode heeft Stewart verschillende hoogtepunten gekend, maar heeft ook aan tal van uitdagingen het hoofd moeten bieden. Binnen de defensieorganisatie is het besef van de rol en functie van een dominee nog niet voldoende doorgedrongen. Momenteel is er nog geen opvolger voor zijn positie benoemd, maar Stewart hoopt dat er gewerkt zal worden aan de erkenning en waardering van geestelijke leiders binnen het leger. Maar er moet nog meer gedaan worden en die erkenning moet er komen. En dan gaat men ook merken dat die geestelijke verzorging een zodanige bijdrage gaat leveren waar de militairen extrinsiek gemotiveerd zullen zijn en het werk naar behoren zullen doen. Naast, en ik blijf het stressen, naast natuurlijk die waardering, de financiële waardering, om goed voor hun gezinnen te zorgen en gefocust te blijven op hun purpose, gefocust te blijven op hun roeping om die Surinaamse gemeenschap te dienen. Dominee Stewart wil ook pleiten voor de erkenning en waardering die de manschappen van het leger verdienen. Stewart uit zijn bezorgdheid over de mate van waardering die de manschappen ontvangen. Velen hebben trauma's, zegt de voorganger. Ik heb dat gemerkt en ik weet het. Er zijn zoveel dat ze behoorlijk beschadigd zijn. Door opdrachten die ze krijgen, door dingen die ze moeten doen in de dienst. Met name die Binnenlandse Oorlog heeft een heleboel beschadigde militairen achtergelaten. Maar ook dat commandanten ze niet kleineren of noem maar op. Geef de man wat hij nodig heeft. Dan, wanneer ik dat soort dingen merk. Ik ben in het leger een soort vakbond ombudsman geweest. Waarbij ik zelfs ook vaker dingen bewerkstellig heb gekregen bij ministers. Van minister, kijk, daar moet naar gekeken worden. Bij een bevelhebber die dan zegt van dominee heeft gelijk. En dat je dan een toelage bijvoorbeeld zou dan verhoogd worden, zou aangepast worden. Of de man zijn veiligheid wat qua kleding betreft, PSU en noem maar op. Dat die zaken werden aangepast. Maar natuurlijk, ik ben geen bond. Ik ben een geestelijke verzorger die de nood van de militair, de geestelijke behoefte van de militair, moet lenigen. Maar ik was niet alleen geestelijk bezig. Dominee Stewart blijft benadrukken dat de militairen beter gewaardeerd moeten worden. Het volledig interview met dominee Michael Stewart kunt u morgen bekijken in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 8 uur 's avonds.